Komt hij uit de boom? Oké. Oh nee, hij is achter ons. Pas op, hij is naast ons. Hij is voor ons. Hij is overal. Hij hakt bomen omver. Oh, wat een entrance, jongen. Yo, Nintendo fans. Vandaag is de dag dat ik met Cleaver moet gaan battelen. Daarachter in de verte is de plek waar dat gaat gebeuren in Pokémon Legends Arceus. En als je dit nog steeds een fijne serie vindt, dan vind ik het fijn als je even dat duimpje omhoog klapt voor de support. En niet vergeet om te abonneren en belletje aan te zetten. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik Cyndaquil even leren, want dat kunnen we gewoon nu zelf kiezen wanneer we dat willen doen. En dat vind ik een super fijne nieuwe future. Hey, kijk eens. Daar gaat hij. Onze Cyndaquilletje. Ja, die begint volwassen te worden hoor. Daar gaan we. In de bliksem. Die ogen, jongen, zijn zo sick. En daar is hij hoor. Quilava! Vraag me wel een beetje af of ik hier sterk genoeg voor ben. Want Cleaver is natuurlijk ook een steentype Pokémon. Ah, dit gaat nog wel lastig worden, denk ik, jongens. Daar in de verte staan ze al op mij te wachten. Ja, ja. Hallo, Leon. Mag ik nu wel naar Cleaver toe? Hij zegt, dus de mensen van de Galaxy Core die hebben een oplossing om Lord Cleaver wat rustiger te krijgen. Ik schud, want ik praat niet. Ik schud alleen mijn hoofd. En hij zegt, wat? Je gaat zijn favoriete eten gewoon op hem afgooien? Ben je niet goed bij je hoofd? Jullie Galaxy people, jullie zijn wel een beetje raar. Want nu kan je dus een offer geven van een grote afstand. We krijgen de hulp van Leon en hij zegt, laten we beginnen. Ja, dan is Irida hier weer en die zegt, ho, niet zo snel. Wat het plan ook is, je hebt het favoriete eten van Cleaver nodig. En dat zijn bepaalde boontjes. En die heeft zij meegenomen. Leon zegt, oh ja, sorry, ik was even vergeten. En Irida die zegt, ja, we moeten wel vertrouwen in het Galaxy team. Maar ik heb nog steeds mijn twijfels of dit wel gaat lukken. Dus, bewijs maar dat je het waard bent. Kom met mij battelen tegen Glaceon. Oké, ik hoop dat ik Quilava als eerste heb staan in mijn team. Wow, daar is die Glaceon. Ja, Quilava staat als eerste in het team. Hatsaflats. Wel vet hoor, dat vuur dat er zo uit knalt. Heel cool. Heb ik nog maar zo weinig aanvallen? Oké, en ga voor een gewone Ember. Dus even kijken. Ja, dat doet de helft damage. Hij gaat voor Quick Attacky en Swift. Hoppakee, twee aanvallen achter elkaar, joh. Oké, dan ga ik nu voor de Strong Style Ember. Om het even af te maken, Glaceon. Doei! Oh, Glaceon is wel mooi, man. Wel vet. Sorry, hoor. Sorry. Maar ja, we moesten ons bewijzen. Anders mogen we niet naar Cleaver. En Irida, die snapt nu waarom we Pokéballs gebruiken. Dat zijn gewoon tools en geen keuze om bewust een Pokémon op te sluiten. En nu vertrouwt ze ons. We moeten even een plannetje uitleggen dat we gewoon eten gaan gooien op hem. En zij gaan volgens mij aan de slag voor een lekker gerechtje. Ja, ik hoor wat kookgeluidjes in mijn oor. Kijk, en daar, joh, allemaal mooie zakjes, joh. Oké, we gaan zakjes eten gooien naar Cleaver. En Liam gaat hem nu oproepen. Let's go. En het ritueel gaat nu beginnen. O, machtige Cleaver. Koning van het woud. Het is nog niet tijd voor een ceremonie. Maar we hebben nu weer een offer voor je van je favoriete dingen. Wij offeren onze dankbaarheid. En kom, alstublieft, tevoorschijn. Irida zegt nog even dat we flink moeten dodgen. Nou, laten we inderdaad de dodge even flink gaan gebruiken. Wow! Grasha! Daar is hij hoor. Komt hij uit de boom? Oké. Oh nee, hij is achter ons. Pas op, hij is naast ons. Hij is voor ons. Hij is overal. Hij hakt bomen omver. Oh, wat een entrance, jongen. Lekker Cleaver. Oké, deze is wel serieus helemaal lijp geworden, ja. Jeetje. Die heeft een behoorlijke bliksem op zijn arie gehad. Oké, we moeten dus zoveel mogelijk zakjes op zijn hoofd gooien. En het zou zomaar kunnen dat we dat die sterretjes gaat zien. En dan kunnen we er een Pokémon uitgooien om te battelen. Oké, maar ik heb geen idee welk level deze guy is. Oké. Daar komt hij. Oh, nu zouden we volgens mij een Pokémon erin kunnen gooien. Hij had net sterretjes. Kijk, nu weer. Kom, Quilava. What's the flats? Ik weet niet of dit werkt. We gaan het wel zien. Kom, Quilava. Let's go. Oh my gosh. Hij is alsnog veel sneller. Ik kan wel één Ember nu op zijn hoofd doen en dan gewoon vluchten, want ik ga mijn Quilava niet opofferen. Cleaver is trouwens ook level 18. Oké, Ember, dat ging niet echt lekker. Oh my gosh, Quilava is alsnog dood door de Stealth Rock. Blijkbaar werkt dat anders als in andere Pokémon games. Ik had Rollout moeten doen natuurlijk. Ja, nee, maar mijn Pokémon worden gelijk gesloopt, joh. Ik ben helemaal niet sterk genoeg voor deze guy, man. Laat me gewoon zakjes gooien. Rustig. Oké, wat ga je doen? Oh, een of andere super windaanval. Lekker, man. Nou, ik blijf gewoon zakjes gooien. Dit gaat best wel goed. Hier is je eten, Cleaver. Hier is je eten. Geniet ervan. Hier, nog meer eten.
Lekker. Nom, nom, nom. Ik heb nog meer eten. Ik heb nog meer eten. Au, 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 au. Come on. Ja? Ja? Wat een ziek idee. Op je bakkes. Lekker dit. En zo te zien, heeft het nog gewerkt ook. Ja, kijk, liever is nu weer normaal, jongen. Lekker, man. Kom je in mijn team? Bij Scyther gewoon. Oh, ik heb een insectenplaat gekregen van Cleaver. Thanks, man. Ja, dat is lekker. Dat is top. Wil je ook nog in mijn team? Oh, zo te zien wil die niet in mijn team. Liam vraagt wel, wat is er gebeurd? Dat licht is weg uit het lichaam van Cleaver. Is Cleaver nu eindelijk weer rustig geworden? En Irida die vraagt, bevestigt dit dan dat is vreemde bliksem inderdaad de krachten in Cleaver heeft aangewakkerd? En ik denk het wel. Ik zeg misschien. En Irida denkt, ja, dat is wel wat ik denk. Na alles wat ik nu gezien heb. We weten dat er een vreemde bliksem door de Space-Time Rift kwam de afgelopen nacht. En die bliksemschichten, die moeten wel in Cleaver zijn geschoten. En daarom is die waarschijnlijk helemaal lab geworden. En Liam vraagt, hè, die bliksem, kwam dat uit dat rift? Maar als de Almighty Sinnoh daar in dat rift zit, dan moet de Almighty Sinnoh dat misschien gedaan hebben. En dan had Cleaver wel, misschien wel krachten van de Almighty Sinnoh. En hij vraagt zich nu af, hadden wij wel in moeten grijpen? Hij is nog steeds blij dat we dat gedaan hebben, maar hij begint nu toch wel een beetje te twijfelen. En Irida zegt rustig aan, jongen. De koning van het woud heeft ons lang beschermd. Hij heeft de Pearl Clan safe gehouden van Pokémon die ons hadden kunnen aanvallen. Wat Rickachu net gedaan heeft, dat moest gewoon gebeuren. En Irida is blij dat het niet al te veel moeite heeft gekost. En ze vraagt, als je nog langs meer Pokémon komt met deze problemen, dan moet je hun ook helpen. En ook Leon is wel een beetje dankbaar. En we krijgen nog wat van hem. Oh, van haar. Ik dacht van hem. Maar wat krijgen we van haar? 3 citrus berries. Heb ik net alle problemen opgelost en krijg ik 3 stukjes fruit. Ik wil gewoon een nieuwe iPhone. Ik bedoel, dat is toch het belangrijkste in deze hele game? De telefoon? En nu mogen we terug naar meneer Kamado om te vertellen dat het allemaal helemaal is gelukt. Oh ja, we hadden nog Pikachu gevangen in de vorige aflevering. Ik was mijn Pikachu helemaal vergeten, joh. Kijk, we hadden natuurlijk Pikachu. Ja, eigenlijk moet Pikachu ook wel in het teampje. Ja. Oh, en we moeten eindelijk een keer naar Celine toe om die rank even omhoog te krijgen. Hé, hey, en Volo die is ook weer in de stad. En die zei, ja, ik zag wat licht in de lucht trekken. Volgens mij heb jij de Lord Pokémon rustig gemaakt. Ja, dat klopt, joh. En we hebben nog 2 van die plaatjes gekregen ook, ja. En Volo die denkt dat het met een oude mythe te maken heeft. Die insectenplaat die we net hebben gekregen en die andere die we hebben gekregen. Die kregen we toen van Weirdeer. Ja, hij is wel geïnteresseerd in die plaatjes zo te zien. Hij zegt als we ze allemaal verzamelen en het script wat erop staat ontschrijven. Nou, als we erachter komen wat erop staat, dan zouden we wel iets super tofs kunnen vinden. De mysteries van het verleden. Ja, daar heeft hij wel zin in. Yo, maar ik moet Pikachu gelijk nu in mijn team doen, jongen. Oh, dan moet natuurlijk niet bij de itemkist. Dan moet hij hier bij de boerderij. Yo, Pikachu! Kom, jongen. Ja, maar oma, maar we hebben Luxio al. Ja, maar Luxio heb ik al in Brilliant Diamond en Shining Pearl gebruikt. Ik wil nu Pikachu. Hij is nog maar level 9. Maar Pikachu gaat in het team. Hier, ik heb nog Experience Candy. Die kunnen we aan Pikachu geven. Misschien wordt hij dan gelijk... Oh, gelijk level 11. Lekker, joh. Ik was zo verbaasd dat ik die Pikachu zag redden, jongen. Ik was echt blij dat we hem hebben gevangen. Oh, wacht. Ik moet even mijn Stardust verkopen. Hallo, wil jij je Stardust kopen? Kijk, krijgen we gewoon 3000 voor. Kan ik misschien weer wat opslagplekjes kopen? Deze gast, jongen. Ik heb nu al een hekel aan hem. Hij is echt de dikke scam. 4000 voor 1 plekje. Oh, dat gaat gewoon in 1 keer 4000 money weg. Ik vind jou de grootste scam in de wereld van Pokémon ooit. Anyway, ik moet even met Celine praten. Die moeten we even de Pokédex laten zien. Nou, kijk eens hoe mooi. En Celine zegt, ja, je hebt progressie gemaakt. Je hebt een nieuwe ster verdiend. Hoppakee. Lekker, we worden steeds minder noob. Heerlijk dit. De 2e ster. Nu kunnen we verder balls gebruiken. Dat zijn blijkbaar een nieuwe soort pokeballs. En alle Pokémon tot level 30 die gehoorzamen mij nu. En we krijgen een receptje om verder balls te maken. En een receptje voor super potions. Lekker man. Dan ga ik nu heel snel naar de commander. Yo, what up commander? Ah, goed gedaan. Ik heb de reports al gekregen van wat je hebt gedaan. En Cleaver is weer rustig geworden. Je bent een vreemdeling voor ons. Eentje die uit de lucht is gevallen. Maar je hebt de Galaxy Team goed geholpen. En ik geef toe dat je wel een soort van erkenning hebt verdiend nu. Maar het is nog niet allemaal geregeld. Er zijn nog andere Pokémon die ook zo gek zijn geworden. Net als Cleaver hier in Hisui. Dus ga door met je onderzoek en bewijs dat je het waard bent. Nou opzouten allemaal. Oh, we kunnen blijkbaar naar een nieuw gebiedje toe nu. Dat is nice. Want een nieuw gebied betekent nieuwe Pokémon. Maar eerst moeten we natuurlijk nog even lekker
aardappelpuree vreten. Lekker man, god, doe nog maar 6 aardappelpureetjes erbij. Benny zegt de hele start heeft het over je, jongen. Je hebt maar geluk gehad dat je er terug bent gekomen van Cleaver. Ja, maar ik was inderdaad goed voorbereid. Dat is wat Leventon zegt. En Akari zegt, ja, we voelen ons nu best wel wat veiliger. Zo, we gaan lekker tukje doen. Oei, joh. Dit is gewoon eng. Staat gewoon een klein meisje te wachten hier zo, 's nachts, midden in de nacht voor mijn deur. En die zegt, mijn naam is Vessa. En ik moet je echt iets heel belangrijks vertellen. Kom je met mij mee? Hé, ik hou hier niet van, hè. Doe dit gewoon als het licht is. Waarom moet dit nou weer 's nachts? Vessa zegt, ja, dit is een geheimpje, maar er is iets verschrikkelijks gebeurd met de wereld. Hisui is in gevaar! 100 jaar geleden? Maar jij bent net 7 jaar, denk ik. Waarom heb jij het over 100 jaar geleden? Waarom doe jij zo slim? Er was in ieder geval iemand die onheil, Calamity, dit lijkt echt steeds meer op Zelda, maar iemand die onheil naar deze regio heeft gebracht en die is opgesloten door iemand met een vreemde magische kracht. Maar nu, om onbekende redenen, is de magie verbroken en is het ziel losgeraakt. Oftewel, hij is ontsnapt, denk ik. En Vessa zegt, ik wil niet weten wat er nu gaat gebeuren. Dus alsjeblieft, Rickertje, luister naar me. Je moet dat ziel weer heel maken. En ik kan zeggen dat ik haar niet geloof. Maar ik kan ook zeggen dat ik er wel geloof en dat ze me moet vertellen wat ik moet doen. Laat ik aardig zijn. Maar ik vertrouw je nog steeds niet. Vessa zegt, dankjewel. Ik ben blij dat je me gelooft. Hey, ik geloof je niet. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb nooit gezegd dat ik je geloof. Maar ik ga je best helpen. We krijgen de Old Keystone. En die moeten we veilig bewaren. Dankjewel, denk ik. En daarmee kan je wisps vangen. Hey, Animal Crossing zit er ook in. We gaan wisp vangen. Nadat de ziel was verbroken, zijn er heel veel wisps verspreid door Hisui. 107 in totaal. Doe is normaal, joh. Maar met die Old Keystone kunnen we die wisps dus weer vangen. Normaal gesproken zijn de wisps onzichtbaar, maar niet voor de houder van de Old Keystone. We moeten alle wisps verzamelen. En er is eentje heel dichtbij. Oh, daar! Het is een paars spookvlammetje. Dus ik moet nu op jacht gaan naar paarse spookvlammetjes. Het is niet oké, jongen. Het is niet oké. Gaan we dit aanraken? We gaan het aanraken. Ah, het gaat in mij! Ah. Hey, ik word gewoon een nieuwe Harry Potter, jongen. Harry Potter de 6e. Lekker, man. Visser zegt, dankjewel nogmaals dat je me helpt. En kom met me praten als je hulp nodig hebt. En we krijgen steeds beloningen hoe meer wisps we hebben gevonden. Oké, joh. Top, denk ik. De volgende dag. Nou, we zijn weer wakker. Zo te zien hebben we toch wel lekker geslapen. We zijn niet lastig gevallen door allerlei spoken in onze slaap. Ofwel, waar lopen we naartoe? Oh, dit is een kapper daar zo. En een nieuw persoon. En deze nieuwe persoon is, weet ik niet. Maar ze staat me een beetje schaapachtig aan te kijken. Ze zegt in ieder geval, ja, je hebt wel een reputatie opgebouwd. Er zijn mensen bang voor jou omdat jij zulke gevaarlijke dingen doet. Dit is Arezu. Dit is de warden van de Diamond Clan. Oh, en haar specialiteit is om kapsels te verzorgen. Arezu wil het even hebben over Mr. Kamado. Moet ik dan ook nu weer naar Mr. Kamado? Die heeft mij nog gisteravond weggestuurd. Ik heb echt allemaal nieuwe quests ook. Wat wil jij? Moet er nieuwe dingen voor hem zoeken. Graan heeft hij nodig. En jij? We moeten ballonnen breken. Oké, ook leuk. Klinkt ook leuk. Oh, maar dat is niet hier. Jeetje, wat een hoop nieuwe sidequests. We moeten even naar deze mevrouw luisteren. Die zegt, ah, ik heb zo'n wisp gezien, maar het was een rood vuurtje. En er komt iemand daarachter staan die zegt, oh nee, weer niet dit verhaal. Hè. Mijn zus die vertelt altijd van die spookverhalen. Je moet er niet geloven. We moeten zo'n Will-O-The-Wisp vangen. En jij? Oh, we moeten hem een Pokémon laten zien die mijn beste vriend is. Kilava, dat is mijn beste maat, denk ik. Oh, we zijn er bijna. We hebben nog niet... nee! We zijn nog niet beste vrienden met Kilava. En met Staravia dan? Ah, ook bijna. Oké, nou kom later terug. Doei. Yo, Koter. Hij vraagt, weet je wat je moet doen om echt een super toffe Galaxy Team member te zijn? Je moet een hele goede partner Pokémon hebben. En daarvoor heb je Pokéballs nodig. En ik geef mij Pokéballs. Gas, waarom zou ik jou Pokéballs geven, jongen? Nou, ik geef je maar 5 Pokéballs. Beter geef je mij iets goeds terug. We krijgen Grid Dust. 3 Grid Dustjes. Dus we kijken wat we daar dan mee kunnen. Daar heb ik er nu 6 van. En daarmee breng je de effort levels omhoog van een Pokémon. Oké, laten we even kijken. Kilava bijvoorbeeld. Oh, kijk, de effort levels. Dat is blijkbaar hoe snel je daarmee groeit of zo. Nou, laten we die aanval even omhoog brengen. De snelheid, want ze kunnen maximaal naar niveau 3 zo te zien. En dan gaan we de verdediging eens even omhoog brengen. Oh, dit is wel nice, man.
Dus dan kan je je Pokémon nog veel sterker mee maken. En zo zie je maar dat het best wel nuttig is om gewoon al die sidequests in ieder geval op te pakken en gewoon te gaan proberen om te doen. Deze mevrouw heeft een plantje nodig. Ik weet niet of ik dat plantje al heb. Denk het niet. En jij meneer, wat heb jij nodig? Jij wil graag een Ground-type Pokémon. Ik heb geen idee of ik al een Ground-type Pokémon heb eigenlijk. Oh, Geodude telt als Ground-type Pokémon. Nou, neem lekker een Geodude van mij. Gratis en voor niks. Krijg je gewoon om je te helpen. Oh, nou, dat is helemaal gelukt zo te zien. Het veld ziet er weer goed uit. Nou, mooi. Ik wil wat terug van je. Ik bedoel, ik heb jij net een Pokémon gegeven, jongen. Wat krijg ik dan van jou? More fields available for farming. Voor farming? Kan ik hier dan farmen? Kan ik hier dingen laten groeien dan? Hier op deze velden kan je gewassen laten groeien in exchange for a fee. Zou je hier apricorns voor mij kunnen maken? Dan moet ik dan 500 monies voor geven. Dat wil ik best wel proberen. En dan moeten we denk ik later terugkomen en dan groeien hier misschien allemaal apricorns. En daar kunnen wij weer pokeballs van maken. Dit is echt super nice om die sidequests allemaal een beetje op te pakken, joh. Wat wil jij dan? Hij wil een Cherim zien. Want hij vertelt, ja, 's nachts is er opeens een andere Cherim. Dan heeft hij een andere vorm. Hoe werkt deze even? Kan je Cherim's Pokédex entry compleet maken voor mij? En dan naar mij laten zien. Oké. Okay. Ik heb nog voorlopig nog geen één Cherim gezien. Maar als ik Cherim zie, dan kom ik langs. En nu moeten we naar de Commander. Om even te kijken of we volgens mij naar het volgende gebied gaan. Dat gaan we doen in de volgende video. En doe gewoon als je deze game speelt zelf ook alle sidequests. Want je ziet het, dat levert je best wel goede dingen op. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan gaan we in de volgende lekker nieuwe Pokémon vangen. Mazzel!